Dus wij zijn allebei in die periode ruim 10 kilo aangekomen. Hoppatee! We hebben een koekertje. Ja, we hebben onszelf het cadeau gegeven, alvast voor kerst. Maar we zijn op weg naar het ziekenhuis. De klinisch verloskundige. Ik ben heel benieuwd of ze gedraaid is. Ik ben gewoon heel blij dat ik heb gekozen voor een keizersnede. Als ik nu dit weet en ik had gekozen voor een natuurlijke bevalling, had ik nu best wel in de stress gezeten. Goedemorgen, maandagochtend, nieuwe week, nieuwe video. En wij zijn net samen naar de gym geweest. En ik heb besloten dat het de laatste keer was dat ik meeging. Want ik zit zo hoog, zeg maar, in mijn maag. In je aura. Ja, ze zit heel erg in mijn aura. Nee, maar dat ik, ja, het is gewoon genoeg. Het was fijn dat ik tot 36 weken kon sporten, maar je moet ook op een gegeven moment gewoon luisteren naar je lichaam. Joost had meting vandaag. Zeker. En daaruit bleek dat hij 10 kilo is aangekomen sinds dat hij is begonnen bij deze gym. En dat, niet... dat was eind april, ja. Begin mei. Dus wij zijn allebei in die periode ruim 10 kilo aangekomen. Ja, dus ik heb ook een baby. Maar ja. Ik heb dus geen buik. Nee. Maar ik ben ook dus heel veel spiermassa aangekomen. Dus het is alles, zeker geen vet want ik ben aangekomen. Heel veel spiermassa en ik voel me ook... Ik heb wel eens eerder zo rond de 80 gewogen, 81. Toen was ik echt een beetje vettig en chubby en voelde me niet lekker. En nu weeg ik bijna 84 en... Als je me ziet, ben ik gewoon, nou, hoe ben ik? Heel skinny en gespierd. Ik ben niet skinny, maar het is niet... Nou ja, ik bedoel, weinig vet. Ja. Nee, maar het is wel heel knap van Joost, want hij heeft altijd echt heel veel moeite met aankomen. Die moeite heb ik niet. We zijn precies andersom wat dat betreft. Ik moet altijd echt heel erg op mijn eten letten en hij moet echt zorgen dat hij genoeg eet. Dus het is voor hem een hele prestatie dat dit gelukt is. En... Zijn we nog lang? Ja, wat is het doen? Hoeveel kilo moet er nog bij? Nee, het gaat niet zo om kilo. Nee, het gaat nu gewoon lekker om... gespierd zijn. Het gaat nu om meer spiermassa en dan gaan we zo... Ik ga nu nog even 2 maanden zo door met deze hoeveelheid eten en nou ja, sporten. En dan gaan we zo meteen in januari kijken wat we gaan schrappen. Omdat, zodat we in de zomer... Helemaal echt een sixpack hebben hopelijk. Ik ook weer. Jij ook? Gaat dat lukken? Ja. Nee, dat is ook niet mijn doel. Ja. Gewoon weer lekker op mijn eigen... Knap van jezelf. Oh, nou dat vind ik echt heel lief dat je dat zegt. Nee, maar gewoon weer op mijn eigen gewicht komen, dat is dan weer het doel voor volgend jaar voor mezelf. Maar nee, we gaan wat dat betreft goed qua sporten en zo. Maar voor mij is het dus klaar nu in 2024. Zo, lekker fris gedoucht. Ik had dus vrijdag een etentje met vriendin en toen had ik van dat volumepoeder in mijn haar gedaan. Het was echt een soort touw, dus ik moest ook even mijn haar wassen. Dat vind ik altijd zo'n lekker moment. Maar dat werkt wel goed. Ja, dat spul is top. Hè? Het is van Joost, hè? Ja. Ik zei, ik heb even wat volume nodig. Hij zei, doe een beetje van dat spul erin en dan ben je dus helemaal ready to go. En ik kreeg ook complimenten erover, dus het is wel een tip, maar daarna gewoon even weer lekker wassen. Goed, wat ik wilde vertellen is dat er net een pakketje binnenkwam van Yummy Gums. En die wil ik even met jullie openmaken. Want zoals jullie weten zijn wij enorme fan van Yummy Gums. Even kijken hoor, wat we hier hebben. Ik zet het doosje heel even weg. Moment. Kijk, deze zijn eigenlijk standaard bij ons in het assortiment. De Mami voor mij en de Multi voor Joost. Daarnaast slikken we ook vaak de Omega 3. Die is vegan. En ik zal even een potje openmaken. De Omega 3 zat er ook nog in. Hop, het koffiezetapparaat gaat er even doorheen. Moment. Ja, hij is weer klaar volgens mij. Kijk, dit zijn ze en ze smaken echt absoluut niet naar vis. Hier mag je er dus 4 van op een dag. En zoals ik laatst al zei, dat is echt dan even een lekker snoepje. Voor mij meestal na de lunch. Dus, maar nu neem ik ze lekker. Nu wel vast. En ik neem nog de magnesium. Oh ja. Ik kan natuurlijk niet praten met mijn mond vol. En de koffiezetapparaat te gaan. Gaat top. Maar inderdaad, wat Joost net zei, hij neemt dus ook nog altijd die magnesium 's avonds. Dat is ook een hele fijne. En uiteraard loopt onze code UNICORN20 nog steeds voor 20% korting. Dus dan kun je het een keer uitproberen met de korting. Voor kinderen? Weet ik niet goed uit mijn hoofd. Nou, voor Laura hebben we natuurlijk altijd die druppels, maar... Ja, maar voor handplein. Ik weet niet of ze specifiek... Dat moeten we even uitzoeken. Ik denk het wel. Ik heb het gelijk even opgezocht, want ik vond dat natuurlijk een goede vraag van Joost. Maar kijk. Tuurlijk, iedere vraag. Je hebt dus ook kindermultivitamines en dat is van 3 tot 12 jaar. Dus dan kun je ze op een makkelijke manier aan multivitamines
En lekker. Laten komen, ja, ook super lekker. Suikervrij, vegan, lactosevrij. Alles wat je wil. Dus, ook onze korting daar ook op geldig? Ja, tuurlijk. Unicorn 20. Oké, ik wil dat jullie even goed kijken nu naar de keuken. Let niet te veel op die schoonmaakmiddelen. Laat je daardoor niet afleiden. Maar dan gaan we straks eens laten zien en dan moeten jullie zeggen wat er anders is. Oké, let op. Oké, dan zijn we weer. Oké, het licht staat aan, dat hadden we net niet. Nog steeds troep, maar er is iets anders. Iets anders. Zal ik het even laten zien? Ga jij het eens eventjes demonstreren. Hoppatee! We hebben een koekentje. Ja, we hebben onszelf het cadeau gegeven, alvast voor kerst. Want we vonden dat dit de keuken wel echt helemaal afmaakte. Mijn ouders hebben dit echt al in hun oude huis en in hun nieuwe huis. En ja, ik zei, als we ooit een nieuwe keuken nemen, dan wil ik per se een koeker. Ja. Maar helaas, dat konden ze niet bij IKEA. Dus nou ja, we mochten ook vanwege die samenwerking niet meteen een koeker. Dus we hadden gewoon een kraan en toen zeiden we tegen elkaar, nou dan komt dat later. Dus ja, heel blij met onszelf. Maar met bruiswater ook nog. Ja. Met gekoeld en met bruis. En we zijn er gelijk helemaal voor gegaan. We gaan er helemaal voor. Dus we hoeven nooit meer sparoot te kopen. Nee. Ook nooit meer water in de koelkast. Nee, dat is ook echt top. Dus heerlijk voor de zomer, terwijl het nu winter wordt. maar het is top voor thee en kruiden. Ja, maar ook zomer, ja precies, voor de kraanbeek. Ja. Het is bijna alsof het zo moest zijn. Zeker. En wat hier, één ding, we hadden dus hier, kijk, ik zal het even laten zien. Kijk, eigenlijk zou die daar moeten staan, de koeker, zeg maar onder de kraan. Maar zoals je ziet, daar staat nu maar één buis en dat is die buis voor dat bruisende water. En dan heeft hij dus daar een deurtje gemaakt. Ja, want dit hele vlak is dus een loze ruimte. Hij zei meteen toen hij hier aankwam, oh, is dit een loze ruimte? Dan zetten we alles hierachter. Dus kijk, dit heeft hij gewoon weggehaald en die dingen die daar dus bij horen staan hieronder. Ja, dus is het toch nog ergens goed voor. Jij hebt er volgens mij foto, toch? Ja, kijk. Ja. Dus. Kan je het een beetje zien? Ja. Ja. Kijk, alles staat daar rechts nu in die hoek. Ja, en neemt dus geen ruimte in, want eigenlijk moesten deze lades dus eruit. Ja, en werd er van een deurtje en dan konden we eigenlijk niks meer hier bijzetten. Maar nu blijft dit dus gewoon hetzelfde. Dus nou ja, het is echt iets wat onze keuken helemaal afmaakt en ik ben er echt super blij mee. Goedemorgen, het is dinsdagochtend en ik wilde jullie eigenlijk even vertellen hoe goed het slapen ineens gaat. En toen werden we net gebeld door de opvang, ze is nu 50 minuten daar, nou inmiddels iets langer, maar dat ze met driftbuien en niet meer te kalmeren was, dus of we er wilden ophalen. Dus we keken elkaar een beetje zo aan van, oké. Maar toen belden ze 10 minuten later weer terug, het gaat weer, ze gaat buiten spelen, dus we kijken het nog even aan. Nou, prima. Dus wij kijken het ook nog even aan. Maar in ieder geval over het slapen dus. We hadden een beetje gedoe met het in slaap komen vooral. Maar we zijn er dus achter. Kijk, je hebt rond 2 natuurlijk een beetje die slaapregressie. Dat het voor Loa heel goed werkt om echt maximaal 30 minuten te slapen. Tussen de middag. En echt niet later dan 1 uur dat ze dan wakker moet zijn. En dan gaat het in de avond gewoon soepel. Dan slaapt ze binnen een kwartier. En ze heeft vannacht en een paar nachten daarvoor... Vrijdag heeft ze de hele nacht in haar eigen bedje geslapen. En dat is voor Loa echt een unicum. Ja, gewoon 11, dus, 12 uur in haar eigen bed. Ja, dus we zitten maar weer... Maar sinds vrijdag? Zitten we echt ineens weer in een hele goede flow. Dus ik hoop niet dat ze nu ziek wordt of dat er iets aan de hand is waardoor het... Maar goed, hè, het zijn kinderen, het is iedere dag weer anders. Dus we kijken het even aan. Het is inmiddels 4:30 en we hebben niks meer gehoord van de opvang. Joost is nu aan het ophalen, dus we nemen aan dat het gewoon goed is gegaan. Maar dat horen we natuurlijk zo. Ik wil jullie even een tip geven, want ik ben dus begonnen met dertigers op NPO Start. En ik ben begonnen bij seizoen 5, want als ik het goed begrepen heb, is daar gewoon een hele nieuwe verhaallijn, een nieuwe cast, zeg maar, begonnen. En het is zo leuk. Ik ben al bij aflevering 19. Het is iedere keer maar 25 minuutjes of zo. En het is echt een dikke tip. Het is zo'n bizar verhaal, maar kijkt gewoon heel makkelijk weg. En ja, gewoon echt een lekkere serie. Oh, we worden een beetje wazig. Nee, maar dikke tip dus. Daar komen ze aan. Hey, liefje. Hallo. Hey, wat heb jij bij je? Heb jij weer een mooie tekening gemaakt? Wow, kijk nou hoe mooi. En ook nog kaas gehaald met papa. Wat goed. Ja, dit is een mooie tekening van gisteren, hè? Dat je helemaal in de kleurenfase.
En tekenen. En de open deze. Goed hoor. Echt mooi. Was het leuk vandaag? En de open deze gemaakt. Ja, die had je gisteren gemaakt, hè? Maar hoe was het gegaan, schat? Ja, goed. Ja? Niks aan de hand? Nee, eigenlijk niet. Oh, nou mooi. Gewoon drie keer geslapen en gewoon Nou, mooi. Die heb je weer gevonden, hè, uit Spanje. Kennen jullie nog die telefoon, jongens? Die zat heel lang verstopt in een of andere tas. Wie ga je ermee bellen? Die had ze in Malaga had ze die gekregen van opa en oma. Je kunt opa en oma in bellen. Bel ze maar even. Zeg maar, het gaat gewoon goed door met mij. Het gaat gewoon hartstikke goed. Ik had gewoon even een peuterdriftbui. Goedemorgen, het is donderdagochtend en het is zo lief. Loa die is net opgehaald door mijn ouders en ze is dan helemaal oma, opa. En dan springt ze echt op hun nek. Dus ik zei ook net tegen ze van, het wordt gewoon met de week, wordt ze blijer om jullie te... Ja, gaat lekker hè? Ja. Dan wordt ze gewoon blijer om jullie te zien. En dat is natuurlijk voor ons heel fijn dat ze met zoveel plezier dan met hun meegaat. Dan zitten wij natuurlijk ook gewoon heel lekker rustig als we weten dat zij het helemaal naar de zin heeft. Oh ja, Joost moet zo meteen met de auto even naar Zeist. Nou, hallo! Ja. Gisteren had ik even een moment dat ik me echt niet lekker voelde. Gistermiddag. En toen zei Joost gisteravond na het eten, oh, ik ben zo aan het niezen, ik voel me echt niet goed. Nou ja, toen ging het wel weer en nu begint hij weer met niezen. Dus ik hoop niet dat we... Het is gewoon echt verkouden, denk ik. Heel... Ja, herfst hè. Ja, maar Joost gaat zo even naar Zeist om de winterbanden onder de auto te laten zetten. Dat duurt altijd wel even. Dan, ja, je hebt dan wel een afspraak, maar nou ja, vaak zit je toch wel dik een uur daar te wachten. En ik ga even boven, we hebben net de eerste wasjes gedraaid, ga ik eventjes opvouwen. Zodat die netjes in de kast kunnen. Vanmiddag moeten we nog wat werk doen. En dat is de donderdag. Tada! Even een kwartiertje gevouwen. En hier hebben we... Alle kleertjes. Oh, ze zijn zo klein. Ik heb dan echt het gevoel, nee, dat gaat gewoon niet passen. Het is allemaal zo klein, maar ik ben natuurlijk helemaal lower de maat gewend. Dus dat is ook logisch. Hier hebben we rompertjes, broekjes, pakjes. Dit zijn ook nog pakjes, shirtjes en mutsen. Dus nou ja, zo zijn we er wel, denk ik. Best een hele hoop. Goedemorgen, vrijdagochtend. En het is echt een heerlijke, let op, komt die zon? Heerlijke herfstdag. Als in had ik niet verwacht dat het zo lekker zou zijn. Wij zitten op de fiets. Vandaag, ja, 20 graden vandaag. Gisteren de winterband onder de auto gezet. Vandaag 20 graden. Opwarming van de aarde. Kunnen we niet meer ontkennen. Maar we zijn op weg naar het ziekenhuis. Naar de gynaecoloog of nee, naar de... Nee, naar de verloskundige. De klinisch verloskundige. Ziekenhuis. Heel goed. Heel goed. Omdat gewoon in controle. Een soort van in het ziekenhuis. We hebben geen controles nu meer bij de verloskundige... Waar we zaten, zeg maar. Ja, bij de verloskundige. Ja, overgenomen door het ziekenhuis. Precies. En we zijn heel benieuwd of ze... Jij kan dat altijd zo goed verwoorden. Nou, ja, maar we zijn heel benieuwd of ze gedraaid is. Ik denk het eigenlijk niet, maar... En dan ben ik ook benieuwd wat ze dan gaan doen. Ja, of ze daar iets aan gaan doen. Of ze haar willen draaien, of dat ze zeggen niet, of wel. Nou ja, heel veel vragen. Ik doe de update even liggend. We zijn na het ziekenhuis eerst nog even koffie gaan drinken. En toen zijn we gaan lunchen met Patrick en Marijke. En nu is mijn batterijtje wel een beetje leeg. En die van Loa ook. Dus Joost is nu Loa even op bed leggen. Ik kan ze even een half uurtje slapen. En dat werkt dus heel goed zoals ik al vertelde. Maar goed, de update over de baby. Ze ligt nog precies hetzelfde. Dus met haar hoofd hier. Billen hier. En dan nou ja, de voeten zeg maar richting blaas. Maar ja, de verloskundige, want we hadden dus bij die verloskundige, wat Joost net al zei, zei ook, ja, het maakt gewoon niet zo heel veel uit hoe ze ligt. Wel willen we dan op de dag van de keizersnede nog eventjes een echo doen, zodat we zeker weten hoe ze erbij ligt en dat we er dus, nou ja, op de juiste manier eruit halen. Dus ja, ik ben gewoon heel blij dat ik heb gekozen voor een keizersnede. Als ik nu dit weet en ik had gekozen voor een natuurlijke bevalling, had ik nu best wel in de stress gezeten. Draaien van een baby is natuurlijk geen pretje als ze dat doen in je buik. En er zijn natuurlijk 1001 trucjes voor om te zorgen dat ze gaan draaien. Maar nou ja, ik hoef daar dus nu niet over na te denken. En dat vind ik toch wel een hele geruststelling in dit hele proces. Dus ja... Ze zei je moet 4 november nog een keertje, dan gaan we nog een keer kijken. Want nou ja, het kan natuurlijk gewoon zijn dat ze nog indaalt. Dat kan echt tot het allerlaatste moment dat ze gewoon nog draaien en indalen. Zelfs zei ze als de weeën gaande zijn, dan dalen kindjes nog in. Weeën heb ik natuurlijk niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het kan echt tot het laatste moment. Dus nee, eigenlijk geen veranderingen. En, maar ja, maar we maken ons er ook absoluut niet druk om. Dus
Nou, prima. Verder is het denk ik tijd om de vlog af te sluiten. Ga ik even mijn ogen dicht doen. En ja, dan was dit hem voor deze week. Tot de volgende. Doei!